Met alle voorgenomen maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid is het veilig voor kinderen om weer naar school te gaan. Dit zei kindercardioloog Amadou Juliana gisteren op de COVID-19 persconferentie. Delen van de samenleving zijn bezorgd dat de toets- en examenleerlingen op 6 juli weer naar school moeten. Juliana helpt deze bezorgdheid uit de wereld door aan te geven dat uit de miljoenen cases die er wereldwijd zijn, het blijkt dat kinderen veel minder vaak geïnfecteerd raken. Als zij besmet raken met het COVID-19-virus, loopt het volgens Juliana in de meeste gevallen wel goed af. En dat is ook wat we hebben gezien tot nu toe in Suriname. De kinderen die geïnfecteerd zijn geweest, hebben geen van allen meer dan milde griepverschijnselen gehad. Dus dat is een belangrijk punt. Kinderen raken minder vaak geïnfecteerd en als ze geïnfecteerd raken, hebben ze over het algemeen een heel mild beloop. Ernstig beloop is een uitzonderlijke situatie bij kinderen en COVID-infecties. Ten aanzien van, want dat is een ander punt rondom het openen van de scholen, is natuurlijk de veiligheid van de leerkrachten. Want dat moet natuurlijk ook gegarandeerd zijn. En ook daar is er genoeg data in de wereld over hoe veilig dat is voor leerkrachten. En we weten inmiddels namelijk ook dat kinderen het virus veel minder vaak overdragen dan volwassenen. En er zijn ook wat situaties geweest waarbij kinderen nog voor de lockdowns in Europa en Azië toch naar school zijn geweest terwijl ze ziek waren en COVID hadden. Waarbij uitgebreid contactonderzoek eigenlijk geen tot nauwelijks besmetting liet zien van kinderen naar volwassenen. Ook Gwendoline Babel van het Directoraat Nationale Veiligheid haalde aan dat de scholen veilig geopend kunnen worden. Ze zei dat dit mogelijk is als een ieder zich houdt aan de COVID-19 voorschriften. Het is goed dat u weet dat elke keer dat we een maatregel treffen of erover willen treffen, dat we het goed bediscussiëren. We betrekken ter zake actoren erbij, alleen maar om er zeker van te zijn dat we niets over het hoofd zien. En we hebben ellenlange discussies over wat wel en wat niet kan, voordat we het presenteren aan het bevoegd gezag en voordat het dus daar beklonken wordt. Zo ook dus met het openen van de scholen. Dr. Krishna dat gaf het al aan. We gaan ons moeten aanpassen, we gaan terug moeten gaan naar het normale. We noemen het de new normal, omdat we dus niet de zaken kunnen doen als van oudsher. Maar 6 juli starten we met de examenklassen. En het ministerie van Onderwijs is nu al bezig om na te gaan hoe het nieuw schooljaar dus van start zal gaan. Wat zullen de maatregelen zijn? Wat zullen dus de voorzorgsinstructies zijn om ervoor te zorgen dat we niet alleen onze kinderen, maar ook de leerkrachten en alle andere personeel daaromheen veilig houden. En dat was Gwendoline Babel, ze is onderdirecteur Nationale Veiligheid. Het COVID-19 management team benadrukt dat met de voorgenomen maatregelen het veilig is voor kinderen om weer naar school te gaan.